Goede groene vrienden en vriendinnen. En in deze tijden van crisis durf ik zelfs zeggen, kameraden. Hier sta ik dan. Dankbaar voor het vertrouwen dat jullie in mij stellen. En ongelooflijk blij dat jullie samen met mij en met de ploeg die jullie gisteren gestemd hebben, er zullen voor zorgen dat er op 7 juni 2009 opnieuw een Vlaamse ecologist naar het Europees Parlement wordt gestuurd. 7 juni wordt een memorabele dag, want dan zorgt heel Europa, dat de groene ideeën, de ecologische overtuiging, de gedachte van de anderen beloven de hemel, maar wij bewaren de aarde, dat die politieke familie, dat die versterkt uit de stembusgang komt. Hier sta ik dan, samen met mijn fractieleider, Danny Cohn-Bendit, de studentenleider van mei 68, de man van l'imagination au pouvoir, de man van de verbeelding aan de macht. Hier sta ik dan, samen met Cem Özdemir, de nieuwe voorzitter van de Duitse Groenen, de man van Turkse origine, die voor het eerst in de Bundestag verkozen werd in 1994 en nu ook Europarlementslid is. Hier sta ik dan, samen met de diepgroene leidster van de Engelse en Welsche Groenen, Caroline Lucas, de mede-auteur van het toekomstgerichte en zeer inspirerende manifest A Green New Deal. Hier sta ik dan, samen met de collega's van Ecolo, van GroenLinks, van de 38 groene Europese partijen. En ik beloof jullie plechtig, we zullen de komende 6 maanden er alles aan doen om de groene fractie in het Europees Parlement nog daadkrachtiger, nog efficiënter, nog constructiever, nog vernieuwender op de politieke kaart te zetten. Want geef toe, wij met z'n allen zijn bij uitstek de politieke familie van de hoop en het optimisme. Hier staan wij dan, wij allen. Want als Vlaamse Groenen staan we niet alleen. We maken deel uit van een groter geheel. En Groenen zijn een belangrijke politieke familie in Europa. Niet de grootste. Wellicht wel de meest luidruchtige. En zeer zeker de meest coherente. Groenen, beste vrienden, zijn bij uitstek pro-Europees. Maar Groenen zijn ook niet blind voor het feit dat Europa heel arrogant kan zijn. Vaak over de hoofden heen praat. En soms minachtend neerkijkt op nationale democratieën. Groenen, beste vrienden, groenen zijn boos en triestig als Europa tekortschiet. We zijn pro-Europees, maar we blijven kritisch. We blijven ons verwonderen. We leggen ons nooit zomaar neer bij de gewone gang van zaken. We leggen uit waarom we een meer sociaal Europa willen. Een Europa dat het neoliberalisme niet als alfa en omega, als uitgangspunt van politiek handelen uitkiest. We willen een ander, we willen een beter Europa. We willen een Europa dat in het Europees Parlement en elders opkomt voor meer democratie, dat een meer sociaal Europa is, een ecologisch duurzaam Europa, een gezond Europa, een transparant Europa, een democratisch Europa, een vreedzaam Europa. Daar, beste vrienden. En in het feit dat Europa solidair moet zijn en echt gaan voor vrede, daar ligt de groene kernboodschap. Groenen, beste vrienden, die denken per definitie op de lange termijn. Want hoe het er morgen uit zal zien, dat beslissen we vandaag. De wereld, beste vrienden, gaat gebukt niet onder 1 crisis, maar onder vele crisissen. En de eerste crisis is die van de klimaatverandering. En dat plaatst ons voor een diep gewetensonderzoek. Want ik beken, ik zie mijn kinderen graag. Niks bijzonders zal u zeggen, want iedere ouder hier in de zaal ziet zijn kinderen graag. Maar helaas leven we in een tijd
die er ons toe dwingt om eens goed na te denken wat dat echt betekent. Hoe graag zien we onze kinderen echt? Hoe graag zien we hen als we hen in plaats van een prachtige, leefbare planeet een vervuilde aarde nalaten? Een aarde met een teveel aan broeikasgassen. Een aarde die op de zucht staat, op een zucht staat van een omslagpunt waar de grootste catastrofes ons allen bedreigen. Want intussen, we lazen het deze week in de krant, blijft de mondiale CO2-uitstoot stijgen. En de politieke inertie blijft groot. Getuigen het diplomatiek, duw- en trekwerk om te komen tot een afgezwakt Europees klimaat- en energiepakket op de Europese top van 11 en 12 december aanstaande. Getuigen het harde lobbywerk en de hypocrisie van de automobielindustrie, die er alles aan doen om het dossier van de CO2-uitstoot van wagens volledig naar de vaantjes te helpen. Beste vrienden, Al Gore die vatte het ooit krachtig samen. En hij zei, over 20 jaar zullen onze kinderen en onze kleinkinderen ons 2 vragen kunnen stellen. Ofwel zeggen ze ons, papa, mama, oma, opa, wat ik niet begrijp is dat jullie geen actie ondernamen toen jullie in het begin van deze eeuw al die berichten binnenkregen. Gletsjers die smolten, meer overstromingen, meer woestijnen, dat de zeespiegel steeg. Voelden jullie zich dan niet verantwoordelijk? Waarom hebben jullie niet gehandeld? Waarom waren jullie zo egoïstisch? Waarom waren jullie zo verspilziek? Waarom gaven jullie toe aan de druk van al diegenen die alleen maar de hebzucht, het korte termijnbelang dienen? Geef toe, dat soort vragen wil ik in 2030 niet krijgen van mijn kleinkinderen. Veel liever zou ik de vraag krijgen, opa, waar vonden jullie de moed om de klimaatverandering te stoppen? De klimaatverandering waarvan velen toen zegden dat die niet te stoppen was, dat handelen te moeilijk was, of politieke zelfmoord. Hoe hebben jullie het klaargespeeld om tegen alle lobby's, tegen alle industriële belangen in, de wereld toch te behoeden voor de ergste catastrofe? Waar vonden jullie de kracht om planeet Aarde te bewaren? Opa, oma, we zijn fier op jullie. We zijn fier op wat jullie gerealiseerd hebben. En dan hoop ik dat wij met z'n allen zullen kunnen zeggen dat de groenen, er met veel vallen en opstaan in geslaagden de politieke wereld te mobiliseren voor de reuze taak planeet Aarde te bewaren van de ondergang. Dan zal ons antwoord kunnen zijn dat politieke wil bergen kan verzetten. Dat politieke wil, beste vrienden, een vorm is van hernieuwbare energie. Vrienden, als er de komende 4 tot 10 jaar, we zagen het in het filmpje, geen fundamentele koerswijziging komt, is het niet realistisch om te denken dat onze kinderen en onze kleinkinderen een leven zonder catastrofes kunnen leiden. We staan dus voor een cruciale periode. En groenen zijn nodig om constructief tegenwerk te bieden. En daarom de nood aan een sterke groene fractie in het Europees Parlement. De tweede crisis, beste vrienden, is de bijna alweer vergeten voedselcrisis. Voedsel, tot nader orde, de eerste basisbehoefte.